het heeft toch geen enkele zin. Als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? En toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer. En dat je pa zo'n succesvol zakenman was. Met andere woorden, wat ben jij een boer? Maar ben ik daarom te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? Kijk uit, je bent het niet gewend om te vreten van de straat. Als je lichamelijk maar niet belangrijk vindt. Want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet dat ik niet om je geef. Maar zo duw je je hoofd in een strop. Maar ben ik nou te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne?